dan is het nu pauze. Test. Ikkel. Goedenavond allemaal. Allemaal bedankt om tot hier te komen. En ik vooral. Ik had niet zoveel zin om te komen hoor. Nou ja, jullie zitten hier allemaal om eens goed te lachen. Maar ik sta hier weer al gewoon om met een boterham te verdienen. En wij hadden thuis nog een brood. Het nummertje dat ik nu zal brengen. Het nummertje dat ik nu zal brengen. Landbouwer na de andere laten van die stomme spa. Hoest. Bij ons was dat de gewente. Het is eigenlijk een kerstliedje dat ik ga zingen hoor. Een kerstliedje. Bij ons was dat de gewente. Met kerstmis zongen wij met heel de familie een liedje onder die dennenboom. Mijn grootvader die altijd die traditie handhaven. Wij die uit zijn sterfbed getrokken. Waar is maar een bril? Een dikke bril beglazen, het onderste van een steriliseerbokaal. Waar is die tekst? Hij stond hem daar. Pennedoos. We hebben die rap weer in zijn bed gestoken voor een jaar. Maar na kerstmis was het dan de vlucht naar Egypte. Jozef en Maria en kindje Jezus, die waren met hun ezeltje op de vlucht door de woestijn. Die werden daar achtervolgd door Alibaba en de 40 revolvers. De titel van dat liedje, een bakje vol met stro. Je mocht allemaal meezingen, maar ik heb veel liever dat jullie smikkel dicht houdt, want als die oude vandaag hier weer in gang geraken, dan moet ik niet weten hoor, die flauwe. Een bakje vol met stro. Je zou zeggen dat dat zoveel elektriciteit kan verbruiken, hè? Heel lang geleden, voor de allereerste keer, dat had je moeten zien, het was verschrikkelijk slecht weer. Lag je daar te bibberen in een koude koeienstal, in een kribbeke met een os en een ezel, dat was al. Maar boven in de lucht kon je een sterretje zien staan, dat alsmaar zat te fonkelen, dring een wegwijzertje aan. En dat duurde daar niet lang, of dat was daar vol een bak, het krioelde van de herders mee een stuk in hun frak. Jezusken is geboren, alleluia, hallo. Jezusken is geboren in een bakje vol met stro. Rinkel, rinkel, de kletter, tingelingeling, rommel, rommel, kerstsfeer. Toen
kwamen de drie koningen, een zwarte en een witte. Ze vroegen of ze ook mochten komen babysitten. Ze schonken een rol ballatoen en een grote pot vernis. Een salami met look en een aquarium met een vis. De zwarte gaf aan Jozef een paar vijzen en een boer. En aan Jezeke een sjaalke en een broekje in ivoor. Maria kreeg een zak cement met een grote rozenstrik. En een potlood en een gommetje om te gommen kreeg ik. Jezeke is geschoren, geboren, halleluja, hallo. Jezeke is geboren in een bakje vol met stro. De heilige geest die hing daar te schijnen aan het plafond. In zijn blauwe training, zijn purperen plastron. Op dat moment zei Jozef, kijk, dat is hier mijn kleine. We zien maar zijn neus, het is helemaal de mijne. De heilige geest moest lachen. Och, arme sukkelaar, die kleine is van mij, want ik was de ooievaar. Jozef gaf de geest een mot op zijn theater. Toen zaten ze meteen zonder gas en zonder water. Jezeken is geboren, halleluja, hallo. Jezeken is geboren in een bakje vol met stro. Ze bleven daar maar zwaaien met hun vuisten in het rond. De os en de ezel lagen knock-out op de grond. Maar daar stond God de Vader en hij sprak, dit is mijn zoon. Nu stonden ze te gapen, nu zaten ze daar schoon. Jozef kon niet volgen en die is beginnen zuipen. En Maria vol van schaamte wist ook niet meer waar kruipen. Dan werd me daar een kermis, dan werd me daar een klucht. Toen viel er nog een nest met Engelsen uit de lucht. Jezeken is geboren, halleluja, hallo. Jezeken is geboren in een bakje vol met stro. Laatste ronde, doink. Jezus nam zijn fles met pap en havervlokken en heeft nog rap een verse piesdoek aangetrokken. Hij zei vrede op aarde aan iedereen die dat wil. Toen werd weer alles kalm en alles werd weer stil. Hij had er daar genoeg van en hij ging er maar vandoor en trok zijn aureooltje scheef over zijn oor. Hij is gelijk een grote, is in een sportwagen gekropen. Al wie dat mij volgen wil zal vreedhard moeten lopen. Jezeken is geboren, halleluja, hallo. Jezeken is geboren in een bakje vol met stil. Onlangs is er in mijn dorp weer al een auto-ongeluk gebeurd. Iemand met zijn auto tegen een boom. Boom, kwak, tingeling, kletter, kletter. Heel die auto accordeon. En die meneer die lag zo half bewustelings met zijn neus tegen zijn toeter. En ik was daarvan geschrokken. Ik loop daar naartoe om hem te gaan redden. Ik wil die deur opentrekken. Krak, die een deurknop breekt af. Weet je wat hem zei? Moet hem helemaal kapot, jongen! Hij was dan zelfs nog in fout, want die boom stond daar al, het schijnt. Maar ik ken die meneer al van vroeger, van in de kleuterschool. Dat was toen al een onnozel wabbeke. Die ging zich heel de dag verstoppen op de wc. Heel de dag sloot hij zichzelf op de wc. Je weet wel, hè? Zelfverdediging. Ik was in de kleuterschool al bij de zwaar jongens, hè. Zo altijd aan het voetballen, aan het vechten of aan het valscherm springen. Maar mijn legerdienst, die heb ik willen doen bij de marine. Maar ja, ze vroegen mij daar, jongen, hé, ventje, kun jij wel zwemmen? Oei, oei, hebben jullie hier dan geen boten? Daarmee hadden ze mij daar niet nodig. Maar in school was ik bij de zwaar jongens. Zo, als ik zo'n beetje zin had om die kleine te pesten, dat was altijd hetzelfde. Hé, hey, Maurice, kom eens naar hier, jongen. Ja, Urbanus, wat is... Zijn brilletje. Die was daarvoor kwaad, voor zo'n onnozelheid. Wacht, Urbanus, dat zal ik eens vlug aan de juffrouw gaan vertellen. Ik ga zelf naar de juffrouw. Juffrouw, straks gaat Maurice van mij hier komen verklikken dat ik zijn brilletje kapot getrapt heb. En dat is alleens niet waar. Och, jongetje, wilde jij eens gaan spelen met die flauwe kul rond mijn kop? Maak dat je weg, zet! En ik weg.
Twee minuten daarna komt de Morisa. Juffrouw! Juffrouw! Urbanus die heeft mijn brilletje. Ja, ik weet het wel, dikke leugenaar! De noek in, gij! De noek in! Waar komt dat hier toch al? En ik had van Maurice mijn allereerste liedje gemaakt. Dat ging zo. Maurice, potteke pis, potteke kak, al mijn nak. Oh, ja. Na twee minuten was het al een hit, heel dat schooltje zong dat. Ja. Ik kon natuurlijk bij de directeur verschijnen, want wij mochten daar in dat schooltje geen dialect spreken. We moesten leren algemeen beschaafd Nederlands spreken. Ja, die directeur... Allee, hoe zit dat daar met die tekst van dat liedje? Zeg dat hier eens op. Boris, potje pis, potje kak, kalender. Dat rijmde niet meer. Ik lag direct uit de top 10. En, toen was Sinterklaas geweest. Sinterklaas was het geweest en Maurice die had van Sinterklaas een spiksplinternieuw Zorro-kostuumetje gekregen. Zo, een zwart maskertje met een cowboyhoed, een zwart manteltje en zo'n degentje. Hé, hey, Urbanus, pas op, want nu ben ik Zorro. Die met dat degentje op mijn buik, de letter Z. Hé, hey, jongen, geef dat degentje eens naar hier. En dan ik bij hem. Urbanus. Heel zijn Zorro-kostuumetje. Zijn Zorro-kostuumetje, 1000 stukjes. Maar als wij daar cowboytjes speelden, wij maakten ons daar belachelijk in dat schuldje. Ja, vroeger, we konden wel alleen maar cowboyfilms zien op de Franse televisie. Op Frankrijk, want bij ons hadden ze dat nog niet. En dat waren dan altijd van die Amerikaanse westerns in het Frans gesproken. Ja, die Fransmannen die zetten daar hun eigen stemmen op om geen ondertitels te moeten zetten. Hè. Want we hadden ondertitels, maar zij hadden dat niet. En wij wisten dat niet. Wij dachten wij, de echte cowboys, dat die van Rijssel waren. Hè, of van Parijs. En wij liepen daar in dat schooltje zo, gelijk de echte cowboys. Hé, hey, Bill, tu vas avec à Kansas City. Prends ton cheval alors. Moeilijk dat dat was. Ja, moeilijk. Dat mocht niet kloppen met je lippen, hè, als je zo gelijk dichte cowboys. Moeilijk. Wij kregen er vast zeer aan onze kop. En als we dat beu waren, dan speelden we Dindiaantje. Ik was geloof ik 14 jaar eer dat ik wist dat dat Indiaantje moest zijn. Maar ja, het enige dat ik in school van de grote hoorde, dat was altijd... Hé, hey, mannetjes, vanavond is het weer een film van de cowboys en Dindianen. En dan dacht ik dat dat Dindianen waren. En ik was dan altijd winnen toe. Woehoe, winnen toe. En Mauriceke, die was altijd verliezen toe. Ah! Die hebben wij dikwijls heel zijn wigwam doen opvreten. Hoor. Dan was er nog een ander feuilleton op tv van Willem Tell. Die een Zwitser met zijn kruisboog. Ja, wij waren allemaal Willem Tell. En Mauriceke die stond er aan een boom gebonden. Zo, met een pijl in zijn kop en wij ermee appelen naar aan het gooien. Hé, Willem Tell! Gelachen dat wij daar gedaan hebben. Gelachen. Mauriceke zo niet, hè, maar wij. Ja, en dat manneke was op de lange duur zodanig gefrustreerd geworden. Die heeft thuis in zo'n vlaag, had hij zijn vader en zijn moeder vermoord. Maar alleen, ze hebben hem dan maar toch weer vrijgelaten, omdat hij een wezenkindje was. Later is Mauriceke dan nog mijn beste vriend geworden. Ik ben zo ooit met hem eens naar een gemaskerd bal geweest. Ik mocht daar zo binnen. Want, ja, dat was mijn vader die dat ingericht had en ik had een vrijkaart. Daarmee dat ik daar zo binnen mocht. En Mauriceke die komt daar binnen, poedelnaakt, helemaal uitgekleed. Zijn kaken dik opgezwollen. Zo heeft hij daar heel de avond staan shaken. Slinger, slinger. Komt daar zo'n bende Hells Angels binnen. Hé hey mannen, we gaan op die kleine zijn dikke kaken kloppen. En plots was het daar... Pwah! En daar vloog daar zo'n kwak mayonaise over die dansvloer.
Zeg jongens, hadden jullie dan niet gezien dat ik mij hier verkleed had in een rijpe zweer? Sorry, ik vertel maar wat er gebeurd is. Maar ja, wij waren vroeger ja, gewoon arme mensen. Dat niet eens een zakdoek bij. Ah, ja. Nu is dat hier zo wel een dik boebeltje, maar dat is mijn zakdoek niet hoor. Ja, toch wel, toch wel. Maar ja, wij moesten vroeger altijd ons notten bellen, allee, ons notvalling aan ons mouw afvagen. En van de zon begon het dan te blinken, hè, en op te drogen. En als wij dan winnen toespeelden, kom aan boys, sprong dat er al alle kanten. En zo hebben ze toen de chips uitgevonden. Chips, allee. Ja, en als er dan iemand was, iemand van de rijken, het zoontje van een notaris, die dan toch een zakdoek had, hè, als hij dan zo'n snotvalling had. Wij lagen altijd op de loer om hem een poets te bakken. Die vrouw, ze hebben mijn zakdoek gestolen! Allee, ja, toen, we hadden toen ook examen van aardrijkskunde. De juffrouw die vroeg aan mij, waar komt men terecht als men van in België een gat boort dwars door de aardbol? En ik dacht dat dat weer zo'n gemeen strikvraag was. Hè. In de gevangenis, want je mag helemaal geen gaten in de aardbol. Nul op mijn rapport. Ik naar huis al janken. Oei, oei, oei. En mijn moeder, maar Urbanus, wat kan mij dat schelen dat je nu hebt? Je hebt toch kanker. En mijn vader, kwaad, die pakte mij zo bij mijn baard. Aha, ik zal u leren. En ik de straat op in die regen en onweer. Oei, ik heb nul op mijn rapport. En er lag daar zo een landloper in de goot tussen de vuiligheid. Zo stinken, zo zat, vlooien. Ziektes op zijn gezicht, zijn twee benen geamputeerd. Zijn schoenen gestolen. Ik stond daar. Oei, ik heb nul op mijn rapport. En die mens. Maar Urbanusje, je moet daar niet voor wenen, jongen. Kijk naar mij. Ik had vroeger ook altijd nul op mijn rapport. Ik dacht dat ze mijn benen ook nog gingen afknippen. Ze hadden nog maar net mijn amandeltjes uitgeknipt. Ik heb toen als examen voor aardrijkskunde een liedje gemaakt over de aardbol. Het is eigenlijk wel een kinderliedje, maar ik denk dat jullie hier in Tiel dat ook wel zullen begrijpen hoor. Moeten jullie daar niks van aantrekken, ik zeg dat overal. Dat ze dat in Tiel ook wel zullen begrijpen. De aarde. De aarde is een grote bol met planten en met beestjes vol. En ze draait al heel lang in het rond. En wat ik haast niet kan geloven, soms hangen we ondersteboven en toch blijven onze voeten op de grond. En al de wolkjes boven ons, die lijken wel een grote spons, ze brengen ons het water van de zee. En als de aarde drinken wil, dan houdt de wind de wolkjes stil en dan valt al dat water naar beneden. O grote wereldbol, ik snap er niet veel van. Het is gewoon een wonder wat je allemaal kan. Je vliegt maar en je vliegt maar zonder te verdwalen. Je draait maar en je draait maar zonder motor of pedalen. Als de zandman weer verdwijnt en de zon haar zonnestraaltje schijnt, lekker op de rug van onze poes. Dan valt aan de andere kant de nacht, daar is het Janneke Maan die lacht naar de ingeslapen kangoeroes. En als Jezuske zijn bedje maakt en al zijn pluimpjes kwijtgeraakt, dan begint het hier bij ons te sneeuwen. Toch bruint de zon in Afrika de negertjes tot chocola, maar bijt ze niet, want anders gaan ze schreeuwen. O grote wereldbol, ik snap er niet veel van. Het is gewoon een wonder wat je allemaal kan. Je vliegt maar en je vliegt maar zonder te verdwalen. Je draait maar en je draait maar zonder motor of pedalen.
En van waar dit allemaal komt, de lucht, het water en de grond, dat kan tot nu toe niemand vertellen. De aarde draait hier niet alleen, er zijn nog meer bollen om haar heen, veel meer dan de mensen kunnen tellen. Want als je straks een lichtje ziet dat plotseling door de hemel schiet, dan kan dat de marsmannetje zijn. Dat heel gewoon aan jou komt vragen of je een van deze dagen met hem meevliegt in zijn marskonijn. O grote wereld, ik snap er niet veel van. Het is gewoon een wonder wat je allemaal kan. Toch afgelopen. Allee, allee. Om de show even af te wisselen, zou ik nu misschien een grandioze tombola kunnen organiseren. Kunt u moeilijk een typisch Vlaams optreden inbeelden zonder dat er in het midden van de show plots een tombola plaatsgrijpt waarmee heel de sfeer onmiddellijk naar de is. Misschien als het zaallicht even kan in brand gestoken worden. Dat zijn hier nogal snelheidsmaniaken. Dat zit hier als volgt in elkaar. Ik zal dus als spelleider heel mijn rommel gaan halen. Dus balletjes, prijzen, geschenkjes, nummertjes. Als je 2 seconden geduld hebt, ben ik binnen 10 minuten terug. Rug. Ja, ik wou zeggen terug, maar ik zei te. En toen was ik al vertrokken en ik zei hier rug. Maar dat moest hier in dat bolletje geweest zijn. En daarom zeg ik dat vlug nog eens weer. Weer! Wat is het? Ja, dat is in de Navy. Ja. Ja, iedereen denkt natuurlijk, zit hier een onnozel een Belg daar staan. Ja, maar je moet van deze kant eens komen kijken. Dat spelletje zit als volgt in elkaar. Ik zal dus met dat kwastje door de zaal wapperen. En de gelukkige winnaar, die dat daar kan aftrekken... Verdomme meneer de directeur, in het vervolg kunt je die stomme hoofdprijs zelf komen presenteren. Hè? Ik zal dus met dat kwastje door de zaal wapperen. Die dat het eraf trekt, die krijgt mijn allerlaatste nieuwe grammofoonplaat. Alsjeblieft, niet allemaal tegelijk, want ze hebben mij onlangs ook met mijn eierstokken van het podium betrokken. Thank you.
Nu is mijn haar in de war. Now my hair is in de oorlog. Haar war. Ugh, vuurwater. Ja, het was mijn kapodaster. Ik dacht dat dat weer al mijn longen waren. Ja, ja, maar van al die rommel op mijn kop wordt mijn scheidingske toch alsmaar breder om breder om breder om breder om breder om. Ik zou binnenkort kunnen gaan optreden zoals Peter Koelewijn. Het haar van onder mijn arm, zo over mijn oog. Anders, mijn haar valt toch nog mooi. Kijk, daar is ook een pakje mooi gevallen. Allee. Ik heb ook eens een nummertje geschreven voor mijn moeder. Mijn moeder was zo'n heel braaf huisvrouwtje. Heel de week liep die rond met van die ijzeren krulspeltjes in haar haar, met zo'n netje erover. En zondagsmorgens haalde ze dat daar dan allemaal uit en dan leek ze nog nergens op. Hè. Ja, wij waren maar een arm gezinnetje, 5 kinderen. Maar ja, ik had 4 zussen en ik was dus mijn broer. En, mijn vader die werkte zo in een fabriekje waar dat ze van die rollen linoleum maakten. Dat is zo'n vloerbekleding, linoleum. En elke avond bracht onze pa zo'n rolletje mee naar huis die daar verloren gegaan was op zijn werk. Toch nadat hij dat meegebracht had. En, bij ons op de vloer lagen al 96 lagen linoleum op elkaar. Wij moesten langs het venster buiten, want die deur kon niet meer open. En, om van al die linoleum af te raken, sneed ons moeder af en toe een rolletje in kleine vierkante stukjes. Want wij moesten dat opgebruiken als wc-papier. En ik kan u verzekeren, zo'n taaie blinkende linoleum. Nee. Ik was dat beu, hè. Ik had er iets op gevonden, maar mijn zussen die verraden mij altijd. Ma, onze Urbanus heeft weer zijn gat afgekuist met de kanarievogel. Ja, dat absorbeerde beter, hè. Na 6 weken hadden wij zo'n kanarie. En een zuisje was al veel te klein. Maar ja, die een dikke kanarie, mijn 4 zussen, ikke, mijn vader en mijn moeder. En met Peter en mijn meter, die woonden ook nog bij ons thuis. Zo 2 oude vandaag, brave mensjes hoor, maar die bleven maar leven. Allee, ieder jaar opnieuw stonden wij daar rond die verjaardagstaart. Happy birthday to you! Maar we hebben die mensjes daarom niet in een bejaardentehuis gestoken. Die mochten rustig in een oude dag bij ons blijven slijten. Eigenlijk was dat huisje van hen, maar dat zagen we door de vingers. Ze mochten blijven. Ze mochten blijven. Maar ja, mijn meter die had zo'n beetje geheugenverlies, zo'n aderverkalking in de kop. Geheugenverlies, overal op die linoleum. Maar meter, kun jij je geheugen niet ergens anders verliezen? Altijd op die nieuwe linoleum. En ze had van de dokter dan zo'n bokaal pilletjes gekregen voor haar hoofd met ontkalker. En ze moest daarvan per dag 1 pilletje innemen. Ja, tegen dat middag was heel die bokaal leeg. Die vergat dat iedere keer dat ze al eentje ingenomen had. Hè. En die liep daar heel de dag zo stoot als Herman Brood. Hier, Peter, ik zal je een boterham klaarmaken. En die mens, lekker. Wat is dat hier? Schoensmeer op met een boterham. Die mens heeft dikwijls zondags in de kerk gestaan met paté op zijn schoenen gestreken. Maar met Peter, die was er niet beter aan toe, die hoorde niks meer. Vooral hier zo. Daar was het slechtst. En hij had dan zo ook een oorapparaatje, niet van die kleine moderne met een chip in. Nee. Met Peter, die had nog van die eerste oorapparaatjes, van die oude bakken met lampen en transistoren. En, ik ging hem zo'n poets bakken, ik langs achteraan zijn oor. Boing, ding, ding, rammel, kletter, kletter, heel zijn geluidsinstallatie vlogen. En met Peter razend. Nee, dat klopt niet. Nee, dat klopt. Allee, dan waren we met heel de familie thuis aan het eten, hè, patatten met frieten, met puree, met jaartappelen. En met Peter zeggen, jongens, is dat hier ergens kermis? Maar nee, Peter, dat is hier geen kermis. Hoe kan dat? Ik hoor hier al 3 weken vol een bak muziek in ons dorp.
Nu was die zijn versterkertje op de piratenzender gesprongen. Nee, nee. Zat hij daar dag en nacht met dat gejank in zijn oor. En die mens kon al niet slapen. Die kon zijn ogen niet dicht krijgen, want zijn vel was te kort. Wie had niet genoeg vel? Dat was de schuld van met Peter zijn moeder. Dat was een fiere oude madame die wou geen rimpeltjes krijgen. En om de 6 maanden liet hij haar vel naar boven trekken. Zo, hè. Maar ze is daar moeten mee stoppen, hè, want ze kreeg hier zo'n heel bosje haar. Hier zo. En daarvan kon met Peter zijn ogen niet meer dicht krijgen, want dat was erfelijk. En, ja, omdat die mens toch niet kon slapen, pakte die 's avonds zijn jachtgeweer en die ging in het bos wat konijnen schieten. En onze buurman, ook een oude oorlogsinvalide, die zag niks meer. Ja, die kon ook niet slapen. Ja, als je niks ziet, ja, kun je toch slapen. En, die had tijdens de oorlog naar de vijand geschoten, paf, op die zijn ronde helm, pling, teruggeketst in zijn oog. Ah. Allee, de oorlog was dan voorbij. En onze buurman stond daar tussen Duitse strijders triomfantelijk op een decoratie te wachten. Want er was daar zo'n generaal die mensen kwam decoreren. En die generaal stond daar voor onze buurman te prutsen met die medaille. En onze buurman, ontroerd, tijdens heel de oorlog nergens geen generaal gezien. En nu stond hij hier voor zijn voet. En hij dacht dat hij die generaal zijn hand moest kussen. Ah, die medaille is een andere. Onze buurman 100% oorlogsinvalide, maar hij trok een vreselijk dik pensioentje, hoor. Maar ja, hij heeft er zelf nooit niks van gezien. Ja. En dat was een zicht, die 2 oude mannetjes, met Peter zo deuw als een pot en onze buurman daarachter zo steek als een blind, op jacht. En ze hebben toch ooit eens een konijntje geschoten. Dat zat daar en met Peter mikken met dat geweer en plots, baf, en onze buurman, heb je hem geraakt? En met Peter, heb ik geschoten? En dat was waarschijnlijk een van mijn konijntjes dat die 2 oude zakken daar afgeschoten hadden. Ik kweekte konijntjes vroeger, van die mooie wittekes met rode oogjes. Ze hadden wel allemaal een hazenlipje, maar dat vond ik niet erg. Ik vond dat helemaal niet erg. En wij hadden thuis een hond ook, een spierwitte hond, een sneeuwvlokje, onze blakkie. Dat was het. Maar ja, dat beestje is dan verongelukt door een goocheltruc die je maar 1 keer kon doen. Mijn vader die kende goocheltrucjes, die kon toveren, mijn vader. Wij waren daar soms bang van. Ik had zo eens door het sleutelgat van hun slaapkamer gekeken en ik zag onze pa op bed liggen. Poedel naakt, plat op zijn buik, met zijn knieën omhoog. Dat kan niet, als je op je buik ligt, dat hier zit. Die kon toveren, mijn vader. Toveren. Maar, allee, dat liedje... Dat liedje gaat niet over mijn ouders, hoor. Dat gaat over een huisgezinnetje van 4 huizen verder. En dat vrouwtje, dat was nog een groter sukkeltrutteke. Die zat daar zo met 6 jongens die ze moest grootbrengen. Zo 6 lelijke, domme, stomme zonen. Zo achterlijke, lompe kekels. Stomme, lelijk, niet eens misdienaar geweest. Die waren altijd iets aan het uitspoken dat niet mocht. Die jongste met zijn armen in die pot chocopasta. Zo op die aquarium. Die vis daaruit halen. Er weer in, dan met de soepmixer. Ondertussen waren die anderen een gat aan het boren in de tv. Terwijl dat onze koning Boudewijn aan het spreken was. Dan die ander kampvuurtje stoken onder grootvaas en een rolstoel. Moest zij met die mens buiten in de beek. Ondertussen had het ander het water van de patatten gegoten. Zo op het gasvuur komt daar een man thuis. Zijn die patatten hier weer aangebrand? Stom wijf, uw schuld. Dat haar krulspeltjes langs de binnenkant van haar hersenpan. En dan was dat netje veel te groot. Dat was dan nog het ergste, dat dat netje niet meer mooi paste. Kortom, een liedje over het geluk in het eenvoudige Vlaamse werkmansgezin. Dan is dat ook meteen het laatste nummer. Het allerlaatste nummer.
Dat is een nummer dat ik speciaal nog geschreven heb voor de Limburgse hardrockgroep De Heideroosjes. Als moeder zong, was heel het huis in vreugde. Als moeder zong, was iedereen vol jolijt. Daar staat zij naarstig al bij haar kookfornuis. Want straks komt vader, stond dronken thuis. Dan stinkt zijn adem naar alcohol en look. En krijgt ze slagen van de kachelpook. Als moeder zong, was heel het huis in vreugde. Als moeder zong, was iedereen vol jolijt. Haar oudste jongen moet morgen naar het leger. En haar dochter werd ook zwanger van een Japanner. En terwijl vader hevig loopt te vloeken, was zij gedwee als een gele onderbroeken. Als moeder zong, was heel het huis in vreugde. Als moeder zong, was iedereen vol jolijt. Grootmoeke loopt reeds de hele dag te groeien. Haar beide benen zijn weer dik gezwollen. En in zijn kamer ligt grootvader op sterven. Hiep, hiep, hoera, we zullen weer iets erven. Als moeder zong, was heel het huis in vreugde. Als moeder zong, was iedereen vol jolijt. In het zweet haars aanschijns behangt zij al de muren. En op haar knieën zit zij de vloer te schuren. Toch in die houding kon zij niet ontkomen. En zo heeft vader haar tot driemaal toege... Als moeder zong, was heel het huis in vreugde, jammer het de. Als moeder zong, was iedereen vol jolijt. Dank u wel. Dag allemaal. Dank u wel. Net vertellen. Een goeie, ze. Ik moet er eigenlijk zelf al mee lachen.
daar staat ze. Verkiezingen, verkiezingen, verkiezingen. Stemmen is dat, hè? Stemmen, stemmen, stemmen. Niet te veel applaus van in het begin, want dan word ik zenuwachtig. Dan doe ik altijd zo. Vroeger deed ik dat hier, maar is er al een heel gat in gekomen. Het eerste nummertje dat ik zou willen brengen, dat gaat over mijn vakantie aan de Azurekust in het zuiden van Frankrijk. Want, je moet dat begrijpen, ik kan met mijn populariteit niet meer in België aan het strand gaan liggen. Ah ja, al die fans die me daar omsingelen en zo. Het zijn er nog altijd ofwel heel klein meisjes of lelijke grote wijven. Nooit dat wat ertussen zit dat ik zou kunnen gebruiken. En ben ik dan uitgeweken naar het zuiden van Frankrijk. Ze kennen me daar niet, ze laten me daar gerust. En ik verveel me daar dan ook steen dood. Ja, al mijn lieven die liggen in België op mij te wachten. Allee, eentje. Marie-Louisje. Kom aan, baby, let's talk. Ja, ik ben onlangs ergens gratis benefiet gaan optreden in een astmacentrum voor de astmaleidertjes. Maar van zodra dat ik met mijn talk begon, kwam die directeur mij bedanken en ik mocht ophoepelen. Maar ik vond dat niet zo erg, want die jongetjes op de eerste rij, die vonden mij toch niet grappig. Die begonnen daar direct te fluiten. Ja. Zeg, oké, jongetjes, ben al weg. Die dachten omdat ze astma hadden dat ze zich alles mochten permitteren. Maar ja, ik gebruik dat al lang. Ik heb dat gezien van die jongens van de Olympische Spelen. Die doen ook al het talk aan hun handen voordat ze starten. Mark Spitz en zo van die jongens. Ik moest zo... In België was zo eens een bijeenkomst. Was ook met de Olympische Spelen in Moskou. En daar moest daar ergens vergaderd worden. En ik moest die vergadering een beetje gaan opfrissen. Plots kwam onze minister van Cultuur daar een briefje voorlezen voor die atleten. Beste jongens, Maar alleen, meneer de minister, dat zijn geen o's, dat is het embleempje van de Olympische Spelen. Aan de Côte d'Azur. Dat nummertje begint met een keiharde gitaarsolo. Ja, ik zeg dat maar voor de mensen die nogal dicht bij de geluidsinstallatie zitten. Als je een pruik op hebt of valse tanden, gaat dat allemaal van achter leggen. Want het zal daar toch terechtkomen. Ja. Keiharde gitaarsolo. 1, 2, 394. Als je met zo'n flauw al moet lachen, wat gaat dat hier straks niet worden? Zeg. Ja, ik kan het hier een beetje stil, ik moet me toch kunnen concentreren. Ik heb daarvoor speciaal 4 jaar concentratiekamp gevolgd. Hey, om daar uw diploma te halen, moeilijk hoor. Oh, ja. Keiharde elektrische gitaarsolo. Ah! Ja, maar je moet niet lachen. Ik heb in naar hier komen met mijn vingertje onder een tram gezeten. Zo'n tram, ding ding, die een tram omver, rinkel rinkel. Die tramconducteur, die kwam daaruit gekropen. Blauw oog, tand weg, het vel was aan een elleboog en hij was dood ook. 4 verschillende dingen heeft hij meegemaakt. En ik juist met een vinger zo'n beetje af. Allee. Keiharde elektrische gitaarsolo aan de Côte d'Azur. Warme wafel, want ik mis je.
Het volgende nummer, dat is het tweede nummer. Ik heb dat gauw gemaakt met, allee, terwijl ik het eerst aan het zingen was, want dat kende ik al. Hè? Wel ja, Dat is hier precies een optreden van de T. Rolling Stones, hè? Met die rol. Wel, maar voordat ik verder ga, zou ik willen voor de jongens en meisjes die ook graag zouden hard rock gitaar solo's leren spelen. Wel, ik kan een paar technische snufjes prijsgeven. Eerste les, je moet beginnen met dit hier te gaan kopen. Dat is een kapodastertje. Dat dient wanneer er Engels in je liedje komt, zoals I'm sitting here in the station, dat was Engels, dan moet je dat onmiddellijk op je gitaar zetten. Dat is een speciaal apparaatje van de Eustatus Knights zelf. Als je dus in het Engels zou willen... In het Engels... Goddomme, waar stond dat hier nu? Ah ja, op het tweede latteken. Tweede terug. Maar ik ben de laatste tijd vreselijk bezig met allerlei vertalingen van het Nederlands naar het Engels. Ik ben begonnen aan een nummertje van bij ons, Broeder Jacob. Ik heb al twee regeltjes af. Broeder, yes, het, broeder, yes, het. Aan het eerste regeltje had ik 3 weken gewerkt. En aan het tweede regeltje 6 maand. En toen had ik pas door dat dat twee dezelfde regeltjes waren. Ik had dat gerust van het eerste kunnen afschrijven. Maar allee, ik was onlangs in Londen met een vriend van mij. Ook een goede zanger. Ook een hele goede zanger. Je zult die waarschijnlijk nog kennen. Dingen. Iglesias. En wij waren daar... Wij waren daar uitgenodigd door Margaret Thatcher en we stappen daar alle twee uit dat vliegtuig, poedelnaakt. En Margaret Thatcher... Maar jongens, op die uitnodiging stond toch dat je in smoking moest zijn? Maar ja, Margaret, wij waren in smoking, maar in dat vliegtuig ging vol bordjes no smoking. We stappen daar in een auto en we reden achter die limousine van Margaret Thatcher. Ja, we waren al direct onze weg kwijt. Ah ja, zij reden links en wij rechts. En ik zeg zo tegen de Noejoegliu. Gurnulj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 urn
By the way, bij de weg stonden we daar. Zo. By the way, I stink, we are lost. Do you stink so, Urbanus? Yes, inderdaad, yes, yes. But I ask the Bobby over there for the way to Tipperary. The Bobby, zat daar zo'n hond met een zwarte helm op. Zo. Excuse me, Bobby, the weather is good, isn't it? En die hond, jij zit dit, spring eens in the air. Why should I? Maar, zo hebben wij toch onze weg teruggevonden. En dat is dus voor wat betreft die hardrock-gitaarsolo's. Dus, en wat ook heel belangrijk is, dat is dit hier. Ik heb dat daar is opgezet omdat ik dat gezien heb van al die gitaristen van die popgroepen. Die hebben allemaal van die elektrische gitaren vol knopjes, handvatten, pedalen, trapleuningen, badkamers. En ja, ik zat hier altijd maar te plingelen met mijn onnozel akoestisch triplexken. Maar pas op, je kunt dat nergens niet meer vinden. Dat is nog een echte, authentieke Stradivagina. En dat zijn stukken van mensen hoor, als je dat wilt kopen. En dan heb ik daar zo een topje op gezet, voor als ze van mij een foto maken, hè, voor een voorpagina van een rock'n'rollblad, om daar zo op te staan, gelijk de echte popidolen, zo. En, ja. En de jeugd ziet dat dan, dat je aan een topje draait terwijl dat je speelt. En wauw, die Urbanus, die vliegt er nogal in. Wauw, kom, allemaal kaarten kopen. En dan zit dat zaaltje hier weer vol met punkers en hardrockers en new wavers en cold wavers. En sta ik hier heel de avond zo. Ach, moeder, nu huil niet meer. Dommeriken, allemaal jullie geld kwijt. En zat het al zo weinig. En ik had al meer dan genoeg. Ja, ja.
wat er ook, wat er wel vervelend is aan dat topje hier. De vrouwen kunnen daar hun handen niet aflaten. Hè. Altijd moeten ze daar zitten aan prutsen. Oei, Hermanus, wat is dat hier, jongen? Dat is iets grappig. En ze weten niet dat ik langs de achterkant een gaatje in mijn gitaar. Je hebt dat al gezien op tv, al die popgroepjes die staan te spelen, die staan altijd tot aan hun knieën in de reuk. Maar wel, die hebben dat allemaal afgekeken van mij en talk. Want ik was daarmee al begonnen van als ik geboren was met dat talkpoeier. Ik herinner me al die details. Ik weet zelfs nog 9 maanden voor mijn geboorte dat ik met ons vader naar het bos ging en dat ik met ons moeder terugkwam. Maar toen was ik nog heel klein, hè. Wij zaten daar met miljoenen en met miljoenen op elkaar gepakt in zo'n klein, lelijk, verneukeld dingetje. En plots moesten wij daar beginnen lopen. Door zo'n lange gang. En ik had gewonnen die een dag. We zijn wij eigenlijk allemaal winnaars onder elkaar, hè? Ah, ja. Wie spreekt er nog over die andere mannetjes? Niemand. Je ziet daar nooit niemand van terug. Hadden jullie dat gezien? Dat jeukte hier aan mijn neus. Nu sta ik hier met dat bolleken. Zijn er hier fans die dat verzamelen? Ja, maar pas op, voor 1 neuskeuteltje van mij krijg je er 10 van André Hazes. Die zijn dan nog dikker dan de mijne. Dat was een tangdier, hè. Trouwens, het nummertje dat ik nu ga brengen, dat gaat over mijn allereerste seksuele geslachtsgemeenschapsbetrekkingen tijdens mijn publiciteitsjaren. Mijn allereerste seksuele geslachtsgemeenschapsbetrekking tijdens mijn publiciteitsjaren. Ik heb deze morgen mijn nageltje wat kort afgeknipt. Dat is niet waar hoor, ik doe dat zo. Dat hangt daar aan de andere kant nog aan. Mijn allereerste seksuele geslachtsgemeenschapsbetrekking tijdens mijn publiciteitsjaar. De zuster al met nonkel Felix vreed, was ik als prillemans mens nog helemaal niet gereed. Mijn vriendjes die werden allemaal al iets gewaar, maar ik voelde nog niks, ik had nog nergens geen haar. Toch had ik al een meisje die mij een toffe vond, totdat ze op een avond is kamer stond. Ze kleedde zich daaruit en ik keek met open mond. Mijn oogbollen tuimelden als knikkers op de grond. In de les biologie had de leraar ons gezegd: bij de vrouwtjes gaat iets open, bij de mannetjes komt iets recht. Ik wist wel alles van de paringsdans van de andijf, maar intussen wist ik niks van dat ventieltje aan mijn lijf. Maar ik voelde iets van binnen en ik wist wel wat ze wou, en ik bad Sint Valentinus op dat hij me helpen zou. Alsjeblieft, hang mijn lippen aan de lippen van mijn lief. Alsjeblieft, leg mijn handen op de boezem van mijn lief. Alsjeblieft, leg mijn hoofd op de schouder van mijn lief. Alsjeblieft, leg mijn hart aan de voeten van mijn lief. Ze begon
stond me daar ineens als een bezetene te zoenen. Mijn veters en mijn steunzolen kropen uit mijn schoenen. Ze stond daar zo bloot en zo sierlijk als een zwaan. En ik stond daar ook met 20 onderbroeken aan. Dat ik zo verlegen was, maar ik was wel erg beschaamd. Ik bedekte gauw het sleutelgat en het vensterraam. Zij dook weer in mijn bed, als een keeper is een goal. En ik begon haar te vertellen van onze schoolreis naar Tirol. Ze plooide zich in honderden verleidelijke standjes, maar ik toonde haar mijn goocheldoos en mijn sigarenbandjes. Werd ze vreselijk kwaad, zat genoeg van mij getover. Ik zei, wacht, ik ben paraat, maar mijn stem sloeg achterover. Toen ik eindelijk klaar was voor de grote tijgersprong, zat zij al op de trein, die vertrok in het station. Alsjeblieft, hang mijn lippen aan de lippen van mijn lief. Alsjeblieft, leg mijn handen op de boezem van mijn lief. Leg mijn hoofd op de schouder van mijn lief. Alsjeblieft, leg mijn hart aan de voeten van mijn lief. Dank je. Dank je. In de nevel, in de nevel. Dit is direct afgelopen, hè. Als je zo'n flauw nummerke zingt, dan is direct op. Zeg, kan ik geen rechthoekig glas krijgen? Dat maakt allemaal van die natte kringetjes. Ah, dat was mijn kapodastertje. Ik dacht dat dat weer mijn longen waren. Ik heb ook een liedje geschreven voor mijn oude, eenzame man. Die was weduwnaar geworden omdat zijn vrouw gestorven was. Dat was een ongeluk met 3 doden, waarvan 2 ernstig. En zijn vrouw, ja, die was natuurlijk bij die ernstige. Die man was dus vreselijk weduwnaar. En die verveelde zich alsmaar, altijd maar vervelen. Ja, zondags kon hij zijn wandelingetje gaan maken met zijn paardje in een karretje zo. Zijn hond ging dan ook mee. Plots kwam daar van links zo'n autootje van de politie. Vlam, kletter, krak. Dat karretje kapot, dat paard ligt daar in het midden van de straat met al zijn darmen al over de plees. Die een hond stak daar in een boom, zijn oren af, zijn staart weg, zijn poten weg. Kai, kai. Die een oude man, die ligt daar in een vuilnisbak, zijn wervelkolom. En zijn oog 2 keer rond zijn nek gedraaid, zijn knieschijf in zijn oor. Die politiemannen komen uit die auto gesprongen. Hier is nog maar net een ongeluk gebeurd. Zo vlug zijn we er nog nooit bij geweest, hè, Frans. Zouden er gekwetsten zijn? Ah, dat paard is daar gekwetst. Moet dat dier onmiddellijk afmaken. Paf! Kai, kai! Aha, er hangt er nog een. Paf! Die oude man komt daar uit die vuilnisbak gekropen. Gelukkig dat ik niet gekwetst ben, hè, jongens. Nou ja, die verveelde zich alsmaar. Die maakte dus nooit iets mee, hè. En de vrouwen moesten hem dan ook niet meer redden. Ah ja, hij had op een vuilnisbak gelegen, wie wil dat nog? Hij had zich dan laten inschrijven bij een homofiele club, omdat hij dacht, allee, dat kan er nog swingen met die knappe boys. Maar hij begreep er niks van heel dat homofiele gedoe. Hij kende nog niet eens het verschil tussen stopverf en vaseline. Op de lange duur, als een ramen vielen eruit. Rinkel, rinkel, rik, kletter, dingeling. Allee, hij begreep er niks van. En hij had dan nog een kat ook, een kat, die was dan in de dakgoot terechtgekomen, een Siamese. En die kon daar niet meer uit, hè. De brandweer opgebeld. E-o, e-o. Die hadden net dat autootje van die politiemannen gekocht. E-o, e-o. Die ladder daaruit, kruipt erin op, pakt die kat naar beneden. Alsjeblieft, meneer. Ah, jongens, bedankt voor mijn kat. Komt allemaal een glas drinken, omdat Gaan drinkt. Allee. Die brandweermannen daar binnen, en dan wordt daar avond. Meneer, als je ons nodig hebt, kun je altijd op ons rekenen. Hè. Bye. Oei. Overrijden ze toch die kat wel zeker. Jammer, hè, jammer. En,
Het enige wat dat die man dan nog had om zich te amuseren, dat was zijn tuin. Zo een beetje onkruid saaien, sla, spitten. Trouwens, die oude man, dat was mijn grootvader. Dat is de mede dat ik die een beetje ken. Die was van mijn familie. En die heeft mij dat allemaal geleerd van dat biologisch tuinieren en compost en al dat gedoe. Want ik was toen zo nog een heel klein onnozel ventje. Zo vreselijk traag van begrip. Altijd een jaar of vier achter of de andere jongens die 4 jaar ouder waren dan ik. Mijn grootvader, die wou me dat altijd leren hè, van dat biologisch gedoe. Ja, en als je onbespoten voedsel eet, biologisch tuinieren, dan wedden, dat ik meer dan 100 jaar word. Wedden. Hij is er op de lange duur toch door verongelukt, want de oorlog was uitgebroken en de Duitsers hadden het meegenomen. En mijn grootvader, maar jongens, als ik het jullie nu zeg, ik ben maar een eenvoudige macrobioot. Kan ons niet schelen, jood is jood. 50 jaar is hem geworden, 50. Ik had gewonnen. Ik heb hier altijd van die vervelende natte druppeltjes in mijn oog. Zou ik misschien weer al ergens verdriet hebben dat ik niet weet? Pas op, het zou ook kunnen zijn hoor, met mijn glazen ogen. Maar wist je niet hè, dat Urbanus een vals oog had? Ik wist dat. Weet je waarom ze een vals oog altijd in glas maken? Omdat je door glas kunt kijken. Ja, maar ik heb daarmee al veel weddingschapjes gewonnen hoor, met dat vals oog. Dat is een klassieke truc, de grote mensen kennen dat, maar de kinderen nog niet. Hé, manneken, goh, dat is een mooie fiets dat jij daar hebt. Wedden voor die fiets dat ik hier in mijn oog kan bijten. Oh, dat zou ik nog eens willen meemaken, meneer Urbanus. Pak mijn vals oog uit, tak. Oh jongen, dat is niet moeilijk met... Kom jongen, geef die fiets hier jongen, je hebt verloren. Ik ben die kleine zijn veeloken weg. Allee ja, een week daarna heeft dat manneke van zijn ouders uit medelijden een ander fietsje gekregen. Goh manneke, dat is nog een mooier fietsje, dat is zeker een nieuwe. Wedden voor die fiets dat ik hier in mijn echte oog bijt kijk, dat beweegt. Amai, dat zou ik toch eens willen meemaken, meneer Urbaan. Pak mijn valse tanden uit. Tak, tak, tak. Kom jongen, geef dat fietsje. 2 veelokers. Ja, te veel talk op mijn handen is ook niet goed. Hè. De titel van dat liedje, Een rustige oude dag, gaat dus over een oude man die een rustige oude dag heeft. Ik heb elke dag mijn tasje koffie en goeie boter op mijn beschuit. Een koppel zelfgelegde eitjes en vitaminekes met fruit. Ik heb ook een hofje vol met bloemetjes, met een vogelke dat fluit. En een vijver met visjes en een fonteineke dat spuit. Maar zolang dat ik hier alleen zit, haalt dat allemaal niet veel uit. Het is die radio vol met liedjes, en flikker lichtjes aan en uit. Een fles champagne in de frigo, en mijn striksje steekt vooruit. Ik dans een walske rond de tafel, een stap naar voor, 2 achteruit. Ik heb mijn tricolore hoed op, een valse neus op mijn snuit. Maar zolang haalt dat allemaal niet veel uit. Het is die eenzaamheid, eenzaamheid, eenzaamheid. Oeh, raak ik ze kwijt. Thank you.
kousje kittelde aan mijn voeten. Ik lag met tranen met een tuit. Ik hoor de kermis in de verte. Er schijnt een sterretje door mijn ruit. Maar zolang dat ik hier alleen lig, haalt dat allemaal niet veel uit. Het is die eenzaamheid, eenzaamheid, eenzaamheid. Raak ik ze kwijt. Dankjewel. Protestliedje willen zingen tegen alle venten en vrouwen die nog rondlopen met een bontjas aan hun lijf. Ja, dat zijn natuurlijk al die mannetjes met hun goedkope plastieke regenfrakjes. Die... Allee, ik heb niks tegen bontjassen in synthetische konijnenvellen of giraffenpapier. Nee. Ik heb dat nummer gemaakt tegen het dragen van vellen van bedreigde diersoorten. Ik heb in België ook een fonds opgericht ter instandhouding van de schaamluis. Maar moeilijk, moeilijk om territoriums te vinden waar dat je die beestjes hebt. Maar allee, mijn actieterrein, dat zijn de treinen. Ah, ik dacht dat dat een woordspeling was. Oh, ja. Ik zit nu overal op de treinen en als er op een trein zo ergens een madame zit met zo'n dure tijger aan haar vel, dan wacht ik totdat die eraf wil. En dan spring ik voor de uitgang. Ik prop van alles in mijn mond wat maar plakt en vlekken maakt. Yoghurt, bananen, kalfswezerik, een trapleuning, een eczema zelf. Ja, ja. Maak daar zo'n goede plakkende brei van. En dan duw ik die prop in het midden van die deur tussen die rubbertjes. Zo. Die een trein stopt, die madame wil eraf. En Urbanus wil je, die deur gaat door. En dan had ik dat er allemaal te zwabberen. Zo, hè. Urbanus wil eens opzij gaan, ik zou eruit willen. Ga maar, mevrouw, ik geef haar nog een duwtje. Een heel arme tijger plakt aan elkaar en dan moet ze zich een nieuwe kopen. Ik ben ook bezig een boek aan het schrijven over de anatomie van de vrouw. Ja, ik kan het weten. Wel, maar dat boek is weer al speciaal voor de kleine jongetjes in hun publiciteitsjaar. Want, allee, ik kom er altijd op terug, want dat was voor mij de moeilijkste periode van mijn leven voor wat betreft mijn relatie met de vrouwen. Ja, ik lag daar, ik was amper 7 jaar en wie sliep er allemaal in mijn bed? Mijn 4 zussen. En wie sliep er bij mijn zussen? Mijn 8 nichten. Ik lag daar constant met 12 meisjes in mijn bed. Ja, die meisjes hadden zo allemaal van die bubbeltjes aan hun schouder hangen. En ik lag daar. Toen stonden daar dan nog topjes ook. En soms stonden al die topjes naar voren en ik kon daar niet weg. Ik heb dat boek speciaal geschreven om aan de kleine jongetjes duidelijk te maken dat ze van die topjes niet bang hoeven te zijn. Als die naar voren staan, betekent dat heel eenvoudig dat dat meisje onmiddellijk bij je gaat beginnen vrijen. Ofwel is dat alleen maar van de kuil. Ik heb daar een trucje op gevonden om te weten welke van de 2 mogelijkheden dat dus is. Als je bijvoorbeeld straks op straat zo'n mevrouw tegenkomt, stap er maar rustig naartoe, zeg dat je door Urbanus gestuurd bent en je moet daar zo een goede neep in geven. En als je een vlam rond de oren krijgt, dan was het waarschijnlijk van de kuil. Straks komen al die vrouwen buiten, komt er zo'n bende padvindertjes af. Oh ja, ze zijn daar. Deze morgen stond er zo'n heel bende padvindertjes aan mijn deur te kloppen. Ring! Urbanus! Ik tegen mijn zin uit mijn bed gekropen, het was nog maar 7 uur 's morgens. Ja, mannetjes, wat is dat je zou willen? Urbanus, mogen wij uw adres eens hebben? Ja. Vlam die deur dicht, stak er zo'n schotvingertje tussen. Ring! Jongetjes, wat moeten we nog hebben? Urbanus, wij kennen ook een goede grap. Kent je het verschil tussen een bakker en een tapijt? Wel, een bakker die moet vroeg opstaan en een tapijt mag blijven liggen.
Dat nummer begint met een zeer vingervlugge gitaarsolo, zoals die van Mark Knoflook van daar hier is treedt. Voilà, hij is al voorbij. Nee, ik hou niet van madame met mijn bontjas. Madame met mijn bontjas en gemeen. Ik moet niks hebben van madame met mijn bontjas. Tegen madame met mijn bontjas zeg ik nee. Ik denk dat ik het jullie nu wel kan vertellen. Ik ga een zaak beginnen in madame Vellen. Ga ze vangen op de avenue Louise. Op banketten, paardenrennen en deftige recepties in de Saturday Night Fever Pub. Bij de Rotary en de Lions Club. Met mijn grote muizenval en mijn flesje vol vergif. Vang ik er zoveel ik er maar wief. Dat is om te rijmen, hè, wief. Want ik hou niet van madame met mijn bontjas. Madame met mijn bontjas en gemeen. Ik moet niks hebben van madame met mijn bontjas. Tegen madame met mijn bontjas zeg ik nee. Hun rug en hun buik, die naaien gaan elkaar. Daarvan maak ik een luchtmatras of een vliegende sigaar. Van hun tenen maak ik champagne, flessen, stopsels. En het sterk insecticide van het vel onder hun oksels. Van hun tepels maak ik pleistertjes om fietsbanden te plakken. En de wallen onder hun ogen worden blauwe vuilniszakken. En hun venusheuvels raak ik ook wel kwijt. Daarvan maak ik een heel groot Smyrna-tapijt. Want ik hou... madame, men... Want... help! Schouwburg tupperweerdozen pas tuberculose patiënten te spelen. Ik ben er helemaal met een draad van kwijt. Bontjas, madame met mijn bontjas en gemeen. Moet niks zeggen van madame met mijn bontjas. Tegen madame met mijn bontjas zeg ik nee. Van uw neus maak ik een stopcontact of een arbiterfluitje. Van uw lippen elastiekjes om geleipotten te sluiten. En zo maak ik van alles in echt madame leer. Mijn winkeltje zal draaien, mijn financiën nog veel meer. En als ik eenmaal rijk ben, dan kan ik ze bestellen. En twee heel dure mantels in stekelvarkensvellen. Eén voor meneer Urbanus en één voor zijn madame. Zo hebben we altijd plaats op de bus en op de tram. Thank you.
Altijd maar succes hebben. Nee, want na dit nummertje is het definitief afgelopen. Mag iedereen naar huis gaan? Ik zei dat onlangs in een optreden in de gevangenis van Brussel. Nee, maar ik weet wel, de meeste artiesten werken graag naar een climax. He, om een grote indruk te geven, maar dan blijft iedereen zitten natuurlijk, dat is niet erg slim. Ik werk liever zelf naar een afgang, zo duurt het dat de meeste mensen vanzelf, he, en zo van alles. Daarom zal ik nu een flauw nummertje brengen, dat is hier een schip, en op dat schip zit er een zeerover. Je kunt hem niet zien, want hij zit hier net achter die punt. En zelf als ik hem omdraai, loopt hij gauw rond en zit er mee. Die zeerover die was dus aan het varen op de pacifistische oceaan, was die dus aan het varen en plots, paf, vaart hij daar toch wel tegen een microfoon die daar in de pacifistische oceaan kraakt, heel dat stuk eraf. Terug, varen, paf, vaart hij daar tegen een hoop niks. Ah ja, want dat was daar die geheimzinnige Bermuda-zwembroek die daar op dat water had. Kraak, dat stuk er ook af. Toen brak er nog een orkaan los. Donder, bliksem, kzz, kzz, rammel, krak. Die mast vliegt eraf, dat schip begint te zinken. Helheid, wat bleef er van dat zeerovertje nog over? Zijn onderrempje.